goede houding in zit, bestaat uit heel veel elementen. Ik bespreek ze nu echt per element. Maar hou altijd in je achterhoofd, je lichaam is één geheel. Dus wat ik hier verander, heeft effect daar en andersom. Waar heel veel mensen weinig aandacht aan besteden en soms dan omlachen van oeh, ik kijk altijd zo raar als ik op een paard zit, zijn de kaakgewrichten van een ruiter. Door de inspanning en het goed willen doen, kijken mensen vaak heel strak. Dat is helemaal niet handig, want op het moment dat jij je kaken vastzet, dus als je hier strak zet, dat spiegelt in de heupgewrichten. Dus wat je hier strak zet, hou je hier strak. Een goede uitlijning van de schouders is heel vaak echt een uitdaging en daarvoor kun je eigenlijk heel makkelijk visueel naar de schouders kijken. Je hebt hier een lijn en je hebt hier een lijn. In de ideale wereld zijn die exact even lang. Nou, wat zien we vaak bij ruiters? Dat deze lijn veel korter is dan de achterste lijn. Of juist dat deze achterste lijn korter is dan de voorste lijn. Een goede uitlijning is dus echt die lijnen middelen met een zacht borstbeen. Om functioneel aan te kunnen spannen in je core, moet je core, je romp, eerst heel goed uitgelijnd zijn. Nou, wat is daar van enorme invloed op? Dat zijn je bovenarmen. Dus zoek naar een zachte aansluiting, nooit knijpen, maar naar een zachte aansluiting tussen je bovenarm en je ribben. Een ander element van een goede uitlijning van je core is je borstbeen en je heiligbeen op de goede manier verbinden. Je mag even hol maken, dan zie je dat het borstbeen te ver naar voren komt en dat ik eigenlijk geen goede verbinding meer heb tussen mijn handen. Als je uitbolt, ben ik hier mijn contact op het borstbeen kwijt. Nou, een exact goede uitlijning, dan mag jij met je borstbeen mijn hand aan de bovenkant en hier stopt het. Op het moment dat het borstbeen hard wordt en naar voren komt, ben je zelf uit het verband aan het trekken en dus aan het overstrekken. Om goed te kunnen zitten, diep te kunnen zitten en echt optimaal mee te kunnen bewegen in je bekken, is een geopend heupgewricht, een zacht heupgewricht, echt heel erg belangrijk. Nou, hier zie je eigenlijk dat hij wat gesloten is. Dat komt ook omdat die teenlijn naar buiten is gedraaid. Dit is heel moeilijk te corrigeren, maar het kan wel. Dan pak je echt gewoon met één hand je hammen hier van je bovenbenen. Pak ze maar vast. En die draai je met een passieve heup, draai je helemaal open. En dan laat je je been weer los naar beneden vallen. Supermooi. Vaak zie je dat mensen of te ver naar de lepel toe zijn, of te ver van de lepel af. En het is heel moeilijk om daar exact tussenin te zijn. Wat je je kan voorstellen is als je hier een bal hebt, dan mag je nou tegenaan. Deze bal mag je niet pletten, maar je mag hem ook niet verliezen. En tijdens het rijden heb je een klein, bouncend, verend gevoel ten opzichte van die bal. Eigenlijk is alles wat je tegenkomt in je beenligging een gevolg van wat meestal in dit gebied niet in orde is. Het komt zelden vanuit het been zelf. Je kunt het ook dus vanuit dit gebied oplossen als je je voorstelt dat je het zitbeenbordje, daar zit je op en vanuit dat punt laat je eigenlijk je been als een slappe pop naar beneden vallen in de beugel. Een superbelangrijk onderdeel van een ruiterhouding waar eigenlijk niemand het ooit over heeft, helaas, zijn de voeten. Die zijn wel heel erg cruciaal. Op het moment dat een voet zo staat, heeft dat meteen invloed op je heup en hoeveel jij mee kan bewegen in je bekken. Op het moment dat een voet zo staat, wat je ook heel vaak ziet, geeft het een overstrekking van de knie. En de kniegewricht spiegelt het heupgewricht, waardoor je ook weer indirect minder goed mee kan bewegen als je hier te veel naar beneden zet. Nou, wat is de ideale voetstand? Je stelt je voor dat je hier een plankje hebt waar je voet passief opvalt. Ja, een goede houding in zitten is voor jezelf natuurlijk ontzettend fijn, want prettig zitten is prettig rijden. Maar voor deze vriend is het minstens net zo fijn. Hoe makkelijker jij mee zit, hoe makkelijker hij kan bewegen. Werken aan je houding en zit is echt never ending story. En gelukkig maar, want dat maakt het zo leuk. Wil je echt de puzzel leggen van jouw lijf en heel erg zien hoe de radartjes allemaal in elkaar draaien? Weet me te vinden op www.ruiterpilates.nl.